Deze tafel kan ook nog weg, hè? Dat biedt misschien wat meer ruimte. Bij basisschool Haanstra aan het Rapenburg in Leiden zijn ze vanochtend vroeg al druk in de weer om de school klaar te maken voor de heropening na de meivakantie. Deze groep is vrij groot, dus er moeten straks 17 kinderen inpassen. En met welke regels of maatregelen moeten wij rekening houden? Dat is even de vraag. Ik hou wel rekening mee dat ik besmet kan worden toch door een kind. En ja, daar is gewoon nog niet voldoende duidelijkheid over, denk ik. Dus daar wil ik wel rekening mee houden. En dus wil je ook liefst wat afstand in de klas? Ja, absoluut. Ondertussen houdt directeur Brian Groot zich bezig met de verdeling van de leerlingen. Want niet iedereen kan tegelijk de school in. Besloten is dat broertjes en zusjes in ieder geval op dezelfde dagen naar school gaan. Maar er zijn nog veel meer uitdagingen. Hoe krijgen we de kinderen de school binnen? Want ouders mogen straks het pand eigenlijk niet meer in. De uitdagingen zijn, hebben we voldoende leerkrachten die zelf niet een aandoening hebben, die beschikbaar zijn om de klassen ook les te geven. Het moet ook gecommuniceerd worden, er moet extra schoongemaakt worden. Dus we hebben nog wat te doen de komende 3 dagen. Ja, hoe dicht wil ik de kinderen bij mijn bureau hebben? Hoe kan ik bij de kinderen komen zodat ik ze wel goed kan begeleiden en ook wel op een beetje normale manier contact kan hebben met ze? Dus dat dan moeten we even gaan puzzelen vandaag en morgen. Ondanks alle uitdagingen en vragen zijn ze bij de Haanstra school wel blij dat ze weer open mogen. Want lege klassen zien ze liever niet. Het is niet de sfeer die hoort bij een basisschool. Dus ja, ik ben ook wel blij dat we gewoon weer een stap maken richting het normaal